En voorzitter, ik onderbreek mijn bijdrage even voor een persoonlijk feit. Want zowel nationaal als internationaal is er volgens mij geen enkele twijfel meer over mogelijk dat Zwarte Piet een racistische karikatuur is. En ik moet u zeggen, voorzitter, dat het iets van mij vraagt om hier mijn bijdrage te doen, terwijl juist u, voorzitter, het de afgelopen dagen nodig vond om met die racistische karikatuur, een gefotoshopte foto van mijzelf, als ware ik die racistische karikatuur, uw meer dan 150.000 volgers te verblijden. En zoals ik al zei, ik vind dat ongepast voor een voorzitter. En het vraagt iets van mij om in deze zaal kalm en koel mijn bijdrage te doen, terwijl ik weet dat op dit moment mijn veiligheid in uw handen is. Ik wou het maar even gezegd hebben, voorzitter. Ik zal mijn bijdrage vervolgen. Sorry, ik had het niet gezien. Mevrouw Michon. Ja, voorzitter. Ook ik heb een persoonlijk feit. Want wat ik heel ingewikkeld vind, is dat we vandaag afscheid hebben genomen van mevrouw Tellegen, een fractiegenoot die ik zeer waardeer. En dat ik dan ook op het social media een bericht zie van mevrouw Simons, dat mevrouw Tellegen wel of geen, sorry, I don't know what, zou moeten zeggen. Terwijl dus zij nu gewoon vandaag van deze Kamer in alle vreedzaamheid afscheid zou willen nemen. Dus kijk, wat ik ingewikkeld vind, voorzitter, is dat mevrouw Simons hier begint met een persoonlijk feit. Maar ik zou zeggen, ik zou mevrouw Simons ook willen oproepen om dan ook zelf, als het gaat om mevrouw Tellegen, zich vandaag in ieder geval over haar niet uit te laten. Goed, voorzitter. Ik ga verder met mijn bijdrage. Wacht even, er zijn nog andere mensen. De heer Van Nispen. Nou, voorzitter, ik vind dat mevrouw Simons hier ook moet kunnen zeggen wat zij vindt en wat zij hier onveilig aan vindt. Ik vind het alleen wel ingewikkeld om de voorzitter toch onderwerp te maken van een politiek debat, terwijl hij in die functie daar niets over terug kan zeggen en zich daar ook niet op kan verdedigen. Nou, vindt er geen debat plaats waarin mevrouw Simons op andere wijze het Kamerlid die iets gedaan heeft, wat ik niet eens weet overigens, daarop aan kan spreken. Maar dan had het denk ik gepast om dat misschien aan het begin van het debat te markeren, maar niet midden in een bijdrage waar dan weer niks op teruggezegd kan worden. Dus het gaat maar even om de functie van de voorzitter. Dat wilde ik even gezegd hebben, ja. En dat vind ik wat minder gepast. Mevrouw Simons heeft haar punt gemaakt. Ze was alweer overgegaan naar een ander onderwerp. Ze staat volledig in haar recht om het punt te maken. Is verder niet op ingegaan. Ik stel gewoon voor dat mevrouw Simons haar bijdrage vervolgt. Nou, voorzitter, ik wil best even reageren op wat meneer Heink hier zegt. Van Nispen hier zegt. Want ik vind dat een hele terechte opmerking. Ik had dat misschien op een ander moment kunnen doen. De inhoud van wat ik gezegd heb blijft staan. Prima. U vervolgt.